Oh ja, probeer je te zetten met dezelfde hand als dat je de klok indrukt. Vergeet dat niet. Zijn jullie er allemaal weer klaar voor? Oh ja, probeer je te zetten met dezelfde hand als dat je de klok indrukt. Vergeet dat niet. Inderdaad de jeugd NK voor teams tot met 10 jaar, waarbij bijvoorbeeld de jongste 5 jaar is. Dus het gaat echt van heel klein naar iets minder klein. Ja. We hebben in de overzichtszaal hebben we gezien dat er 14 tafels staan. Ja. Betekent dat dat aan die tafel ploegen staan uit verschillende steden van Nederland? Ja, we hebben, in principe hebben we Nederland in 2 delen opgedeeld, waarbij het westelijke deel van Nederland in IJsselmonde aan het spelen is in de halve finale. En het andere deel, dus eigenlijk het noordoost en zuid van Nederland, hier in Almelo. Ze spelen 7 wedstrijden? Ja, klopt, 7 rondes. En hoeveel moeten ze er winnen om kans te maken om in die finale te komen? Nou, je hoeft niet per se een aantal wedstrijden te winnen, maar als je bij de bovenste 4 teams zit, dan mag je door naar de finale. En die is ook in Almelo? Die is ook in Almelo, 14 november. We werden benaderd eigenlijk door de KNSB, dus de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, van ja, wij zoeken nog een locatie in verband met alle coronaperikelen. Weet je nog iets? Ik zeg, ja, eigenlijk weet ik nog wel iets. Want hier in Almelo hebben wij eigenlijk altijd wel plek daarvoor. Mm. En eigenlijk was het direct ook akkoord en kon alles in gang gezet worden. Leerzaam. Het is een leuke combinatie van leuk en leerzaam. Nou, schaken laat je denken. Het is goed voor je hersenen en vooral als je schaakt, dan word je daar ook slim van. Mm-hmm. En jij? Schaken, dat is, het blijft niet hetzelfde spel. Ja, we hebben een hele goede samenwerking samen met het sportbedrijf hier in de ISPA. Helaas mocht het sportcafé niet open, omdat dat binnen de maatregelen van het Rijk zit. Maar we hebben een hele goede oplossing gevonden om bijvoorbeeld de ouders en de kinderen onder te brengen. Die konden hier beneden in de danszaal terecht. En daardoor komt eigenlijk alles weer op zijn plek terecht. Hoe is het met de jeugdafdeling van de afdeling Almelo? Ja, we hebben een grote jeugdafdeling, ook een sterke jeugdafdeling. Veel talenten. Onder andere een paar hier doen we mee. En we zijn erg blij ook op zaakvereniging om te zien dat het bij ons zo goed gaat. Leeft het onder de jeugd? Ja, absoluut. We hebben een aantal mensen die ook op basisscholen lesgeven. En eigenlijk weten die mensen de kinderen zo te prikkelen dat ze echt een passie ontwikkelen voor het schaken. Want het is niet echt een spelletje, het is echt een sport. Je moet er echt heel goed bij nadenken. Je moet er van heel jong af aan inrollen. Dat kan, het hoeft niet. Je ziet ze inderdaad wel vanaf 5 jaar, maar je kan ook als je 85 bent nog bij wijze van spreken schaken leren. Ik ben 74, dus ik kan het nog leren. Absoluut.